Pietse, goeiemorgen. Harry, goedemorgen. Ja, je hebt nu een wijn die wat, wat milder in prijs is. Mild in smaak en zeer mild in prijs, ja. ja. Van de week zei ook iemand in het dorp tegen mij... het liep door het dorp en zei, ja, je hebt wel hele mooie wijnen... maar ja, bij ons gaat er nog wel eens een flesje door thuis. Mag het ook wat goedkoper of wat voordeliger? Dus ik ben even gaan zoeken en die man die maakte me even wakker. En... Toen dacht ik, ja, dit drinken wij thuis ook nog wel eentje En dan een flesje is zo op. Dit is de Casa Giona, Pinot Grigio, uit Italië. Veneto, eh, Verona, we kennen het allemaal. komen ripasso's vandaan, Amarone. Maar Pinot Grigio, in Frankrijk kennen we als de Pinot Gris. In Duitsland de Grauburgunder. En Italië, ja, bekend, de Pinot Grigio. En ik ga het toch een slokje proeven. Het is ook spraakwater. Okay. Is dit de... is een streling voor je tong. Je hebt net een ander onderwerp aan tafel gehad met Catherine Keil, maar dit is een streling voor je tong. Want dit is echt, het is sappig, het is mild, het is vriendelijk. Het is, ja, het is, ja, het is genot voor man en vrouw. Of het, is, wat, het, uh, is licht, het is licht. Het is licht. Ja. Het is super licht. Het is 12,5% alcohol. Het is, kijk, die druif die moet, heeft relatief veel suiker, hij heeft weinig zuur. Dus hij moet niet in een te warm gebied uh, uh, groeien, want dan wordt hij te zoet. En als je nou kijkt, het noordelijke gedeelte van Italië, ja, dan voelt hij zich, uh, hele grote trossen, hij voelt zich daar thuis. En dan brengt hij een hele milde, sappige. Ja, ik, ik vergelijk het wel eens met water, want je drinkt het zo weg. Dus we kunnen bijschenken. Maar het is een wijn voor aperitief. lekker bij de borrel. Nou, laten we bidden hopen dat het een keer lekker weer wordt. Maar dan gaat het nog harder. Uh, maar pizza's, pasta's... In iedere gelegenheid, de dames zeiden... Oh, Pinot Grillo, dat drinken we heel graag als we op stap zijn. Je kunt het bij de glas bestellen. Nu hebben we hebben een tijdje gehad dat die Pinot Grillo wat moeilijker, technischer was. En dan wilden ze wat meer zuur toebrengen. Ik zei, dat moet je gewoon niet doen. Mensen willen dat gewoon als apparatief, als bij de glas. Zo willen ze drinken. Wat kost deze bijna? Nou? Ja... Ik zei het al, mild in prijs. Dit kost slechts 7,65 per fles. Dat is echt geen geld. En mm -hmm. ik heb dat in de blindproeverij gedaan. Toen heb ik thuis dus een flesje stiekem in de koelkast neergezet. En ik zag dat hij heel snel leeg was. En denk ik dacht, ja, dat is wel een lekkere huis- en thuiswijn. Dus ja, voor mij de keuze voor de wijn van de week. En ik denk ook de keuze voor. En hoor ik hem. En ook heel veel mensen voor deze zomer. Is er nou ook een, ik zag laatst in de winkel Pinot Grigio, maar dat was een wijn, een, een rosé wijn. Ja, heb je hebt je Grigio blush, dan laat ze die schillen even iets langer meeweken. Dan krijgt hij even dat roze gloedje eroverheen. Dat hebben, ze, hebben we hier niet bij gedaan, want dan krijgen we weer die discussies van de mensen: het is geen witte wijn, het is een rosé. Dus we wilden echt een mooie witte wijn maken. Uh, maar die bestaan wel, heb je heel goed gezien. Dus je hebt je goed even opgelet in, in het schap van de supermarkt. Maar dit is gewoon de witte wijn, mild, droog, sappig en echt het allemans vriendje, ook voor mensen die ja, eigenlijk nog niet zo bekend met wijn zijn, schenkt ze dit maar in een glas. Maar laat me zeggen, is dit nou voor een coöperatie of? Hoe ja. Het? Ja. Aan dat gardameer hebben ze wijngaarden liggen. Het gardameer. Ja, en dat brengen ze dus uh, ja, een toegangskaartje dat Venetië is bijna net zo duur als een van deze flessen, maar uh, ik ik zou hiervoor kiezen. Uh, en ze brengen dat na het wijngoed koele vergisting, zodat hij dat frisse, sappige behoudt. En ik moet die man uit mijn dorp toch even bedanken voor de tip. Want ik denk dat hij door zijn opmerking... Ook heel veel andere mensen blij heeft gemaakt. Want is, hoe is nou de, 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 het in het algemeen het drinken van wijn... Nou, wat ik eigenlijk begin. Ik, ben, ik heb dus niet die dry january gedaan, want dat vind ik een beetje flauwkul. Drink dan gewoon even lekker niet. Maar wat je wel ziet is dat mensen wat toegankelijker wijn. Dus niet zo hoog meer in de alcohol, tegen de 14-15 graden. Dus een beetje wat ik heel vaak uh, bij jou aanbeveel, zijn de wijnen uit de Beaujolais bijvoorbeeld. Maar ook dit soort wijnen: 12,5% alcohol. Je hebt volgende dag geen last van en het drinkt makkelijk. En hoe is nou maar bestellen? Dus je bestelt vandaag. Uh, ja, het is vandaag de dag na Koningsdag, dus iedereen moet een beetje wakker worden. Maar als je vandaag of morgen bestelt, heb je het dinsdag in huis. Kijk eens aan. Fijn dat je er even was.